Ik wil vandaag natuurlijk beginnen met een heel warm welkom aan iedereen op de publieke tribune. Iedereen die thuis meekijkt en aan ieder die betrokken is. Ik heb ook ontzettend veel bewondering voor die eindeloze betrokkenheid. En ik hoop dat jullie je vandaag, in ieder geval op momenten tijdens dit debat, gesteund en gesterkt voelen door een aantal Kamerleden. En niet langer alleen in de strijd om erkenning, rechtvaardigheid en gelijkwaardig herstel. Daarmee roep ik meteen ook de bewindspersonen op om met de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in de ruimte opnieuw de zwaarte van het toeslagenschandaal op hen te laten indalen. Het gewicht van het leed dat de kabinet onder leiding van minister-president Rutte hen heeft aangedaan en om het lef te tonen, zich kwetsbaar op te stellen, vragen eerlijk te beantwoorden en verantwoordelijkheid te nemen. Want, voorzitter, vandaag hebben we het over ruim 1600 uit huis geplaatste kinderen door toedoen van een jarenlange hetze tegen burgers die de overheid zonder rechtmatige reden niet wilde vertrouwen. Een overheidshetze die burgers de ergste straf heeft opgelegd die je in ons neoliberale kapitalistische systeem kan overkomen, en dat is armoede. Een straf die vervolgens tot gevolg heeft gehad dat ouders nog steeds worden weggezet als incapabel, onbetrouwbaar, incompetent om de regie te hebben over het eigen leven. Het is door toedoen van de overheid dat hen wordt verteld: je bent niet financieel daadkrachtig of emotioneel, mentaal niet capabel genoeg om je eigen kinderen op te voeden. Voorzitter, het is de menselijkheid voorbij. Wat we nu al meer dan een jaar weten is dat die armoede, veroorzaakt dus door de overheid, ervoor gezorgd heeft dat mensen de regie over hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. Is ontnomen. Niet passief, is ontnomen. En intussen is het ruim 7 maanden geleden dat we de eerste afschrikwekkende cijfers onder ogen kregen van het aantal uit huis geplaatste kinderen. En die cijfers die blijven stijgen, want we hebben gewoon het totale plaatje nog niet compleet. We zagen het deze week al. Meer kinderen zullen worden toegevoegd aan die lijst, want we missen nog steeds inzicht in de zogenaamd vrijwillige uithuisplaatsingen en de uithuisplaatsingen van voor 2015. En toch is nog geen enkel kind thuisgekomen. Er zijn nog honderden ouders die hun kinderen niet mogen zien of wiens ouder-kindrelatie nog altijd niet hersteld is. Mensen tasten in het duister over waar hun kinderen zijn. En mijn vraag aan de bewindspersonen hier is: hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Hoe legt dit nou uit aan ouders en kinderen? Waar blijft het onafhankelijke onderzoek, de herbeoordelingen? En op welke hulp kunnen ouders en kinderen nu daadwerkelijk rekenen zonder dat zij zelf door roeien en ruiten moeten gaan om recht te doen zegevieren? Via de voorzitter vraag ik: welke verantwoordelijkheid neemt u om niet alleen kinderen terug naar huis te brengen, maar ook de relaties tussen ouders en kinderen, die zo vakkundig verwoest is door dit overheidshandelen, te herstellen? Hoe vindt u zelf dat het gaat, gezien het feit dat ouders worden gedwongen rechtszaken aan te spannen tegen de staat, omdat u er compleet in faalt om hen recht te doen? Vindt u het rechtvaardig om je, en ik hoop dat dit kabinet zich realiseert als dader, als oorzaak van deze problemen, niet volledig tot doel te stellen deze kinderen terug naar huis te brengen? Zijn de bewindspersonen zich er terdege van bewust dat het hun gekozen beleid is dat ervoor heeft gezorgd dat kinderen niet alleen zijn weggenomen, maar dat ze vervolgens terecht zijn gekomen in de jeugdzorg? Een systeem dat al jaren in crisis verkeert. Dat de sector de meest onmenselijke situaties tot de waan van de dag heeft verheven. En dat hun eigen falen een opeenstapeling van pijn, verwoesting en trauma veroorzaakt. Niet alleen in het verleden, maar nu, elke dag weer. Net zoals in de hele hersteloperatie zien we ook bij de terugthuisplaatsingen dat het kabinet er niet op uit lijkt om de gedupeerden centraal te stellen, maar in plaats daarvan worden we geconfronteerd met schijnoplossingen, pleisters op botbreuken die niet werken, omdat het kabinet zich niet laat leiden door de expertise, de ervaring, de noden van de gedupeerden, maar kijkt naar wat wel of niet mogelijk is binnen bestaande systemen. Het zijn die bestaande systemen die ons vandaag hier gebracht hebben. Het kan niet zo zijn dat diezelfde systemen voor oplossingen gaan zorgen. Een systeem dat deze ouders al jaren faalt. Een systeem dat de gedupeerden volledig heeft vermorseld. Een systeem dat tot op diep van binnenuit rot is. Voorzitter, binnen dat systeem kan geen recht worden gedaan aan het leed van de gedupeerden. Ze verdienen elke tomeloze inzet. En als ik nog één keer de frase alles op alles moet horen, voorzitter, dan word ik fysiek onwel. Niemand weet wat het betekent. Het klinkt goed, maar wat houdt het concreet in? Alles op alles. Ik hoor graag van deze 4 bewindspersonen hoe dat eruit ziet. Alles op alles. Gedupeerden hebben recht op alles om weer een menswaardig leven te kunnen leiden, samen met hun kinderen.
Hoe vaak moeten we dit kabinet nog vragen om juist leiding te volgen van de ervaringsexperts, zoals bijvoorbeeld, de heer Van Raan noemde het al, de gemeente Almere zo goed doet. Waarbij deze gemeente het lef toont om buiten gebaande paden te treden en op zoek te gaan naar daadwerkelijke oplossingen in samenwerking, in samenspraak met regie van hen die het treft. Hoe vaak moeten we het kabinet er nog op wijzen dat elke oplossing binnen de kaders van het huidige systeem zal falen? Het kan niet anders. Het is het systeem dat als geheel dader is. De overheid, de gemeente, woningcorporaties, het hele systeem. Hoe vaak moeten we het kabinet nog vragen om zich niet te berusten in de status quo? Zo doen we het nou eenmaal, zo gaat het altijd, zo ziet het systeem eruit, dit zijn de regeltjes. Maar ver daarvoorbij te durven bewegen. Voorzitter, in navolging van mijn collega Van Raan vraag ook ik aan deze bewindspersonen. Wie stopt deze trein?